Goedemiddag allemaal, welkom bij dit webinar van de Rabobank. Speciaal welkom ook aan de mensen hier aan tafel en de spreker zo dadelijk. We hebben vanmiddag een mooi programma voor jullie. We hebben een nieuwe publicatie geschreven over de ontwikkeling in de groothandel Seatbelt. Daar willen jullie vandaag in meenemen. Dat doen we niet alleen hier aan tafel, maar u krijgt vandaag ook de gelegenheid om zelf daarop mee te reageren. Dat zullen we straks doen met wat stellingen, dat ga ik straks aan u uitleggen. Speciaal welkom naar Kees van Lemkes. En Hendrico van Novoflora en Lambert vanuit Research. En dan gaan we nu naar de stelling wat mij betreft. Daarvoor hebben wij het volgende programma voor jullie. Jullie zien als het goed is nu in het scherm Rabo Vote. En ik wil jullie verzoeken als kijker hier naartoe te gaan en in te loggen met de code SIER. En zodat we gaan even wachten tot er wat meer mensen zijn ingelogd. Ik zie nu dat er 38 mensen aanwezig zijn of ingelogd zijn. En dan gaan we zo dadelijk kijken naar de stelling. En we gebruiken deze stellingen juist om de interactie vandaag met u te hebben. Want er komen vandaag in het programma nog twee stellingen. En die zullen we hier ook aan tafel gaan behandelen. En daarnaast wil ik u wijzen op de chat. In de chat kunt u vragen stellen aan mijzelf of aan de mensen hier aan tafel of aan degene die de inleiding verzorgt. En op die manier willen we zorgen dat u het gevoel heeft dat u ook mee kunt doen in deze komende 45 minuten. Als het goed is, staat nu de stelling op het scherm. We zitten, hopen we met elkaar, aan het einde van de COVID-periode. En door COVID zijn steeds meer bloemen en planten de weg naar de consument via online en online verkoopkanalen gegaan. In het post-COVID-tijdperk, dus de periode die nog naar ons toe komt, krijgt het online kanaal te maken met een sterke terugval van de verkoop. En de vraag is of u het eens of oneens met die vraag bent. En dus als u het ermee eens bent, dan zal die online verkoop naar consumenten sterk gaan dalen. Als u het er niet mee eens bent, dan gaat u ervan uit dat het zich doorzet. Terwijl u deze vraag beantwoordt, ga ik door naar de introductie van Lambert. Want we gaan deze uitkomst van deze stelling zo dadelijk samen bespreken. Lambert van Horen is bij ons sectorspecialist. Researcher binnen Rabo Research, mede-auteur van het rapport. En hij wil jullie in een achttal minuten gaan meenemen in onze belangrijkste bevindingen. Lambert, het woord is aan jou. Dankjewel Arne. En fijn dat u aanwezig bent bij dit webinar. En ik ga inderdaad in 5 slides proberen in een vogelvlucht even aan u mede te delen wat wij het afgelopen half jaar hebben gezien in de sector. En laat ik beginnen met de economische positie. De sierteelthandel die geeft zo'n werkgelegenheid voor zo'n 25.000 mensen. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen een prima broodwinning. De omzet van al die bedrijven in de sierteelthandel bedraagt ongeveer 7 miljard euro. En daarvan wordt het grootste deel verdiend in het buitenland, want de export bedraagt om en nabij 6 miljard euro. En dat is de export van snijbloemen. Potplanten. En nou, dat geeft eigenlijk wel weer dat wat dan die export allemaal doet. U ziet hier op de slide de 3 belangrijkste markten: Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland groeit goed door, ook afgelopen jaar goed doorgegroeid. Frankrijk geeft nog steeds enige groei. Verenigd Koninkrijk is stabiel en de Brexit is daar natuurlijk debet aan. Waar de sterkere groei zit, is met name de andere landen van de EU en ook daarbuiten. Dus wat dat betreft denken wij dat de komende 6, 7 jaren die 7 miljard omzetwaarde kan groeien tot ongeveer 8 miljard. Dan zijn er een aantal trends en ontwikkelingen die we beschrijven in de studie. Die ga ik niet allemaal doornemen, daar is de tijd in dit webinar te kort voor. Maar we sluiten daarbij aan bij de Rabovisie 2030. En die Rabovisie kent eigenlijk een aantal thema's, zoals vraaggestuurde ketens, echt produceren wat de markt wil, duurzaamheid en klimaat, de digitalisering zal ook zeker, denk ik, door onze gasten nog worden aangehaald, de politiek en alles wat daarmee samenhangt, en het ondernemerschap. En 3 zaken, en die, nou, daar staat even een cirkeltje om, wil ik even toelichten. Allereerst, de levenscyclusanalyse of een carbon footprint. Wij denken dat meten, dat is weten. Heel veel mensen denken te weten hoe ze produceren, maar als ze dan daadwerkelijk meten, dan blijken er toch grote verrassingen te zijn. En kun je door te meten wellicht komen tot verbeteringen in de bedrijfsvoering.
Dat kun je doen in je eigen bedrijf, maar het is natuurlijk ook prima om dat juist met je leverancier of met je afnemer te doen. Want als jij het plastic vervangt door een papieren wikkel, maar vervolgens jouw afnemer dat papieren wikkel toch weer weggooit, dan kun je je afvragen of je niet dat beter samen had kunnen oppakken. Dus een levenscyclusanalyse betekent daadwerkelijk in de gehele keten kijken naar verbeteringen op duurzaamheidsgebied. En die kant gaat het, denken wij, in. Het tweede punt wat ik wil benadrukken is transport. We hebben natuurlijk juist gedurende corona gezien dat die internationale handel enorm afhankelijk is van transport. Luchttransport met allerlei passagiersvliegtuigen had problemen. En afgelopen maand hadden we natuurlijk het probleem met het containerschip in het Suezkanaal. Dus transport moet aan een aantal criteria voldoen. Moet flexibel zijn, snel, maar ook robuust. En als we zien wat bijvoorbeeld van Ecuador en Colombia al naar Noord-Amerika ging per zeetransport, meer dan zeg maar tussen Afrika en Europa, kan ik me voorstellen dat je als handelsondernemer na moet gaan denken voor de komende jaren hoe je je transport gaat inrichten. Want logistiek is natuurlijk een kernissue en een van de belangrijkste kostenposten voor een handelsbedrijf. Het laatste punt wat ik hier even wil benadrukken is de lange termijn strategie. Als wij op bezoek gaan bij handelsbedrijven, dan weten die handelsbedrijven prima wat er vandaag gebeurt, redelijk goed wat morgen gebeurt, maar om eerlijk te zijn, soms vrijwel niet wat over een jaar gebeurt of wat over 3 of 5 jaar gebeurt. En wij denken dus dat lange termijn strategie en het meer met elkaar bespreken in managementteams van waar het naartoe gaat, die stip op de horizon zetten, dat dat belangrijk is voor de handelsbedrijven. Ik ga even naar het volgende, dat zijn de zogenaamde product-marktcombinaties. Want als handelsbedrijf zijn er allerlei keuzes te maken. Je zou je bedrijf kunnen inrichten naar het aankoopmotief van de consument. Is dat aankoopmotief dat je op evenementen, huwelijken en begrafenissen je focust? Is dat op de impulsmarkt? Is dat op een abonnement? Nou, noem maar op. Er zijn allerlei aankoopmotieven van een consument en zo zou je het kunnen inrichten. Je kunt het ook inrichten naar landen. De een die richt zich op Scandinavië, de ander richt zich op Frankrijk, op het Verenigd Koninkrijk, noem maar op. Dat is ook een keuze voor de inrichting van jouw bedrijf. Een derde zou kunnen zijn dat je je in principe inricht naar allerlei functies. Je vervult een bepaalde functie in de keten. Inkoop, verkoop, marketing, HR, IT, noem maar op. En je kunt ook nog kijken naar het sortiment wat je voert. Ga je echt helemaal in de mixboeketten? Ga je in de monoboeketten? Ga je in de groene planten? Ga je in de bloeiende potplanten? Noem maar op. Of kies je voor een mix daarvan? Uiteindelijk denken wij dat de belangrijkste keuze voor het bedrijf is het afzetkanaal. Vandaar deze slide. We verdelen het zeg maar even grofweg in 4 afzetkanalen. De markt, een straat met ongeveer zo'n 10% van de verkoop. De gespecialiseerde retailer, de bloemist, tuincentrum, met zo'n 30% van de omzet in 2027 is onze schatting. Ook de big box retailer en het retailkanaal met zo'n 30% van de omzet in 2027. En tot slot de online retail. En die online retail met eveneens 30% kan zowel gebeuren door de online specialist, als dat die consument via zijn telefoon of via zijn computer bestelt bij de bloemist of bij het tuincentrum. Dus wat ons betreft is zeg maar de klik op de telefoon of de klik op de computer zeg maar een online verkoop. En wij denken dus dat dat afzetkanaal het belangrijkste is. Dan gaan we naar de ketenstructuur. Want we denken uiteindelijk dat die ketenstructuur afgestemd wordt op dat afzetkanaal. En hier zien we dan die 10-30-30-30, zoals wij dat noemen, aan de rechterkant. En je ziet daarvoor welk retailkanaal zeg maar een deel van die omzet genereert. En het online kanaal wordt dus zowel door specialisten als door die bloemist als door die big box retailer bediend. En dan centraal in deze slide staan denk ik de handelsbedrijven. De ene kant heb je de productie en de andere kant die retail. En daar hebben we 3 belangrijke type handelsbedrijven. Het eerste is de gespecialiseerde handel. Een handelsbedrijf wat zich richt op die bloemist en op die eventueel ook die straatmarkten en zich richt op de gespecialiseerde retailer.
tweede soort handelsbedrijf, wat wij fulfillment of service provider noemen, een beetje afhankelijk van welk kanaal ze bedienen, is het bedrijf wat in nauwe samenwerking met zo'n wat grotere afnemers zaken als prijsstelling, sortiment en noem maar op bepaalt. Het derde type handelsbedrijf, dat is de totaalleverancier. Zeg maar een paar grote bedrijven die dit alles combineren. Dus die al die markten willen gaan bedienen. Dan zult u zeggen, ja, maar er zijn nog heel veel andere bedrijven. Dat klopt. Er zijn heel veel bedrijven in de sierteelthandel, in de sierteeltketen. En die vervullen een bepaalde functie. Dat kan een importfunctie zijn. Dat kan een logistieke functie zijn, transport. Dat kan zijn de inklaring. Dat kan zijn het op Schiphol actief zijn. Dat kan zijn marketing. Dat kan zijn IT-functies, noem maar op, betalingsfuncties niet te vergeten. En wij scharen die dan onder de groep dienstverlenende bedrijven. En als je deze ketenstructuur dus, die wij min of meer natuurlijk een beetje schematisch neerzetten. En natuurlijk zijn er allerlei variaties op mogelijk. Als je dat een beetje doortrekt, dan komen wij uiteindelijk, en dat is mijn laatste slide, tot deze verwachte marktverdeling van de Nederlandse handel in bloemen en planten in 2027. Momenteel in deze slide staan ook de omzetaandelen van 2020, waarbij 5 grote totaalleveranciers zo'n beetje 43% van de markt bedienen. En wij denken dat dat in 2027 naar ongeveer 60% gaat door, laten we even zeggen, 3 tot 5 grote totaalleveranciers. Die gespecialiseerde handelaar, daar zien we een enorme consolidatieslag. En dat komt zowel doordat die bedrijven zelf bijvoorbeeld geen opvolging hebben, als ook dat het aantal bloemisten in Europa aan het dalen is. En tot slot zien we dat het online kanaal en het supermarktkanaal wint in marktaandeel in de verkoop. En daarom denken we dat er een aantal service provider fulfillment bedrijven ontstaan die een wat groter deel van de taart, namelijk ongeveer 20% zullen innemen in 2027. Maar de onderste regel geeft misschien wel het goede nieuws ter afsluiting. Dat is dat we denken dat die totale omzet wel van 7 miljard naar 8 miljard zal gaan de komende 6, 7 jaren. En dat dus de taart wel een beetje groter wordt. Dit was even in een vogelvlucht, denk ik, de studie. Uiteraard nodig ik iedereen uit om die studie ook te lezen en naar reacties. Uiteraard in de chat, maar ook nadien zijn altijd nog welkom. Voorzitter. Dankjewel, Lambert. Helder verhaal. Ik wil aan de regie vragen om nu de stelling op het scherm te zetten. En in de tussentijd komen er misschien wel vragen binnen die we daarna nog aan Lambert zouden kunnen stellen. Nou, het blijkt dat het merendeel het oneens is met de stelling. En dat is een interessante constatering. Was dat ook jouw verwachting, Lambert? Ja, dat is wel eigenlijk een verwachting die wij hebben. Dat mensen, met name misschien mensen van mijn leeftijd, ik ben boven de 50. Dat die inmiddels nu gewend zijn aan dat online kanaal en het zich wat vertrouwder hebben gemaakt gedurende corona. Waar je mij ik zag net ook even nog een chatvraag voorbij komen, waar je mij een jaar geleden had gevraagd, wordt die 30% online echt waar? Die we ook een paar jaar geleden alles voorspeld hadden. Had ik je misschien gezegd, nou, het zal er misschien toch een beetje onder blijven. Zeg ik nu juist door corona weer, ik denk wel dat die 30% gaat worden. En dat komt met name omdat ook in Duitsland bijvoorbeeld, een markt die wat achterbleef in online, dat in Duitsland nu die 30er en die 40er en die 50er qua leeftijd zeg maar het online kanaal gevonden heeft. Dus ik schaar me bij B, laat ik het even zo zeggen. En wat ik vind het interessant, want 30% is het er niet mee eens. Hè? Dus wat vind je daar dan van? Want dat is toch best nog een relatief groot aantal. Ja, ik kan natuurlijk niet precies in het hoofd van die mensen kijken. Misschien dat ze zich het woordje sterk, hè? Iedereen heeft daar een bepaalde beleving bij. We hebben dat ook niet precies in een percentage uitgedrukt. Dus dat er volgend jaar, als iedereen weer even de winkel in mag, dat je dat ook graag een keer zult doen, geloof ik meteen. Maar nogmaals, ik denk dat het gebruik van een online kanaal iedereen nu weer veel duidelijker is geworden. Dus vandaar, dat is een beetje de achtergrond van schatten waarom iemand anders A zegt, dat weet ik niet. Ik weet waarom ik B zeg. Het is lastig om vanuit hier in iemands hoofd te kijken, denk ik. Klopt. Dus ga ik even kijken naar regie. Zijn er vragen? Ja, inderdaad. De eerste vraag aan jou, Lambert, is je slide gaat over de periode tot en met 2019. Dat is beide pre-Brexit en pre-corona. Is dat dan nog actueel?
Nou, daar kun je ja en nee op zeggen. 2020 bijvoorbeeld voor Duitsland is alweer bekend. En Duitsland liet prima cijfers zien. En ik denk ook de tuincentra in Nederland bijvoorbeeld. Hè. Dus ik denk dat we groen in 2020 echt omarmd hebben. Ja. Als burgers, als consumenten. En ik denk, nou, daar ben ik wel benieuwd wat de gasten daar ook van vinden. Zo horen. Ja. En dat we, ja, zoals iemand het tegen mij zei gedurende de gesprekken die we hadden over deze studie. Bloemen zijn de goedkoopste luxe. Dus en we hadden het in de voorbespreking daar ook nog even over met een van beiden. Dus ze weten van wie deze uitspraak komt. Precies. En dat denk ik dat een beetje het geval is. Dus Verenigd Koninkrijk, ik denk op den duur dat we daar zeker wel weer de weg zullen weten. Dat echt even problematisch is. En na corona, dan denk ik dat we echt bloemen in ons hart zullen houden. Dat is een mooie boodschap. Dankjewel Lambert. Je blijft nog even staan, straks misschien voor wat andere vragen. Ja, prima. Dan gaan we nu door naar onze tafelgasten. En dat gaan we doen door beide heren voor te stellen met een mooi filmpje. Dat hebben we in de achterliggende tijd bij hun thuis opgenomen binnen het bedrijf. En ik denk dat dat een hele mooie manier is om even nader kennis te maken. Maar ook nogmaals, via deze kant gaan we beginnen met jou, Kees. Welkom in je rol als CFO of CEO van Royal Lemkes, maar daarnaast ook je voorzitterschap van de VGB. We gaan eerst even naar het filmpje. Nou, ik ben dus opgegroeid als zoals gezegd in de Bolstreek. Dus ik ben gewend met de agribusiness. Hè. Bloembollen, er is een veiling, er is veel handel. Dus als jonge jongen kan je nogal vrij makkelijk ergens wat bijverdienen. Nou, dat was bij mij ook het geval. Hè. Dus je komt al snel bij een kweker bloemen snijden of op zaterdag mede de markt of iets dergelijks. Mijn vader was tuinder, dus ja, je kent die wereld een beetje. En zo rol je van het een in het ander. En nadat ik een mooie reis had gemaakt naar Amerika en daar een half jaar had rondgezworven, ben ik in 1982, 83 voor mezelf begonnen. En in 1999 hebben we een eerste grote overname gedaan. En dat was het bedrijf Edelman Green. En dat was een bedrijf dat ooit eigendom was geweest van de familie Edelman. We hebben toen al onze vestigingen die er waren samengevoegd hier in Bleiswijk. Er was destijds net een nieuw pand betrokken. Het pand was gebouwd samen met de familie Lemkes. En wij hebben een aantal jaren als buren samengewerkt. Samengewoond, zo moet ik dan eigenlijk zeggen. En wonderwel lagen heel veel van die waarden en normen en die processen heel dicht bij elkaar. Ik heb daar met meneer Lemkes een aantal keren over gesproken. En ik moet zeggen dat we vrij vlot het eens waren over de voorwaarden. En toen is het bedrijf op 1 januari 2007 van op eigendom geworden van mijzelf. Nou, kijk, een familiebedrijf, dat betekent in ieder geval dat je een grote betrokkenheid hebt op elkaar. Nou, dat is wat we in ieder geval uitstralen. Iedereen die hier werkt, met wat voor gaven ook, die is hier welkom. En die wordt ook begeleid, zeg maar, op de allerbeste manier. Want wij geloven er ook erg in dat we mensen helpen om uiteindelijk tot hun bestemming te komen. Nou, we hebben een aantal grote klanten. Denk even aan de Bouwmarkt tuincentrumketen in Duitsland. Onder andere in Duitsland moet ik zeggen, dat is Obi. Dat is een grote keten die verspreidt zich over 7 verschillende landen. IKEA is bij ons een klant. Nou, dat is denk ik ook bekend. In bijna elk Europees land zijn ze vertegenwoordigd. Dus het zijn vaak altijd internationaal opererende retailers. Die over hun eigen landsgrenzen heen gaan. En wat we vooral zoeken is om daar of de preferred supplier te zijn. Dus de enigste leverancier. Of in combinatie met een collega bedrijf. Omdat we echt geloven dat we eigenlijk maar 1 opdracht hebben. En dat is succesvol zijn op het schap. Ja, de strategie voor het bedrijf is dat skills matters, zoals wij dat dan noemen. Dus schaal doet ertoe. Als je een efficiënte operatie wil draaien, maar ook als je bijvoorbeeld op duurzaamheid je rol wil pakken, dan moet je voldoende schaal hebben om daar professioneel mee om te gaan. Nou, wij hebben nu een schaal waarin we 2 mensen permanent op duurzaamheid hebben zitten. Maar we hebben ook een hele BI-afdeling. Hè, als het gaat over data-analyse en of dat nou gaat over
onze binnenkomende goederenstroom efficiënter binnen laten komen of efficiënter onze producten naar Duitsland brengen. Waste op het schap proberen te vermijden. Dat doe je allemaal met big data. En de strategie van ons bedrijf is dat we ons Europese netwerk verder uitbreiden. Met familiebedrijven die dezelfde passie voor, onze sector, voor deze sector hebben als wij hebben. Oké, mooie film. Dank je. Ik ben er ook trots op. Dat snap ik, dat snap ik. Mooi bedrijf, prachtig bedrijf. Wat mij ook aanspreekt is het stuk hoe je met de menselijke component omgaat. Ook met name hoe jullie de intimiteit zoeken met jullie afnemers. Maar Lambert heeft net ook wel wat verteld. De consolidatie die gaande is. Eigenlijk het aantal bedrijven wat in rap tempo eigenlijk af gaat nemen als je naar de laatste grafiek kijkt. Ik wil die vraag eigenlijk stellen vanuit je voorzittersrol ook voor de VGB. Kijk naar jullie ledenveld. Wat gaat dat betekenen? En wat vind je dan wat de Rabo daar dan zomaar zegt? Nou, allereerst moet ik jullie complimenteren. Want gisteravond in de voorbereiding naar deze dag heb ik nog even wat andere stukken naar zitten kijken. En in 2004 schreven jullie al dat er een grote consolidatieslag zou komen in deze sector. Dat hebben jullie in de jaren daarna nog een keer herhaald. Toen werd er over gesproken over tussen de 12 en de 15 bloemenproviders. Hè, waarin je nu zegt dat het 3 tot 5 groter zijn. Dus de richting die jullie aangeven is eigenlijk nog steeds zoals die was. En wat me al enigszins verrast is dat mensen verrast zijn dat jullie dit schrijven. Want het is een ontwikkeling die al lang gaande is. Ja. En zeker als je ook kijkt naar andere sectoren waar dit al lang heeft plaatsgevonden. Of je nou in de schoenenbrand zit of in de vers of in de kleding. Je ziet overal dat deze consolidatieslag gaande is. Dus ik denk dat onze sector daar ook niet aan ontkomt. Of de verhoudingen zo zullen zijn zoals jullie dat nu schrijven. Ja, dat weet niemand. Er is heel veel ondernemerschap in deze sector. Dat hebben we ook gezien tijdens de coronacrisis. Waarin je ziet dat er toch een ongelooflijk mooi ondernemerschap heerst tussen die in die familiebedrijven. Dus of het helemaal die cijfers zal zijn, weet ik niet. Maar die consolidatieslag is onvermijdelijk. Nou ja, ik denk dat er ook het bezit nog maar bij een paar komt. Maar er zijn natuurlijk nog voldoende activiteiten om in werkzaam te zijn. Ik denk dat dat de boodschap Zeker, ook is. Absoluut. Dankjewel voor deze mooie introductie. Dan gaan we door naar het volgende filmpje. Maar eerst om de volgende gast te introduceren. Hendrico Brabander van Noviflora. De CFO, want net zei ik het onjuist tegen Kees. Van harte welkom ook. Ook bij jou hebben we een mooie film gemaakt. En daar gaan we eerst naar kijken. Om jullie een goed beeld te geven van Hendrico en zijn activiteiten. En daarnaast ook zijn bedrijf. Het bedrijf is gevestigd hier in Onstersdijk, onze grootste vestiging. Daarnaast hebben wij 4 vestigingen in Zweden. Eentje in Uppsala, eentje in Helsingborg, eentje in Geukenborg en eentje in Borås. We hebben een vestiging in Zwitserland, in Wijnvelden. En we hebben een vestiging in Noorwegen, in Larvik. Ik ben zogezegd van de koude kant. Mijn schoonouders hebben het bedrijf opgericht. En ik doe het bedrijf nu samen met mijn zwager, Sander van Rijssen. Dan runnen wij met z'n tweeën in een collegiaal bestuur het bedrijf. En vanaf 2006 eigenlijk zijn we bedrijven over gaan nemen. We hebben eerst een aantal bedrijven in Nederland overgenomen. En later hebben we de strategie aangepast en zijn we eigenlijk bedrijven over gaan nemen in de markten waar wij marktleider zijn. En dus Scandinavië en Zwitserland. De keuze is dat wij voorwaarts willen integreren. Dus wij willen zo dicht mogelijk bij de consument. En door die voorwaarts strategie, zeg maar, dwingt het ons ook om in de landen zelf eigen bedrijven te hebben. En daarmee dus een stap dichter bij de consument daar te maken. Maar vooral ook om een lokaal product in de landen zelf te kunnen verkopen. En daar het maximaal uit te kunnen halen. Ja, dus wij kopen in bij kwekers. Wordt hier aangeleverd hier in Honslersdijk. In het proces in het buitenland kopen wij natuurlijk ook direct bij kwekers. Alleen daar heb je geen rode Flor Holland. Dus daar gaat het direct. Handel komt hier binnen. Wordt gecontroleerd. Op aantallen of kwaliteit. Dat wordt binnengemeld, om het zo maar te zeggen. Dus via het systeem wordt gecontroleerd of de levering aansluit, zeg maar, met wat we besteld hebben. Nou, dan worden de producten, zeg maar, voorzien van een verdeelsticker, zoals we dat noemen. Dan worden de producten verdeeld naar de klanten toe die de producten besteld hebben.
Daar vandaan is dan een apart team die de karren opbouwt, zeg maar, voor de klanten. Met de specifieke eisen die er zijn. Tussentijds kunnen er eigenlijk nog allerlei handelingen plaatsvinden. Dan moet je aan denken aan het barcoderen of een andere fus te zetten of nou, noem het allemaal op. Als de karren opgebouwd zijn, nou, dan worden ze netjes ingesield. En dan gaat de transportafdeling ermee aan de slag. En die zorgt dat die netjes via transport bij onze klant afgeleverd wordt. Of, wat natuurlijk ook nu veelvuldig gebeurt, naar onze hubs in het buitenland. En daar worden eigenlijk lokaal producten aan toegevoegd. Als dat het geval is. En dan via die hub gaan ze met het lokale product door naar de klant. Nou, de strategie die we hebben met de voorwaarts integratie, die willen we doorzetten. Nou, toevallig van de week hebben we een nieuwsweekbedrijf nog overgenomen. Ik kon de naam nog niet zeggen, dat wordt 29 maart bekendgemaakt. Maar die strategie willen we ook verder doorzetten. Dus de landen waar wij marktleider zijn, daar willen we zorgen dat we meer vestigingen krijgen. Daar zijn we in Zweden mee gestart, heb ik net verteld. Maar daar willen we ook doorpakken in Noorwegen, Denemarken, wellicht Finland en Zwitserland. Dus de focus ligt bij ons echt in de markten waar we marktleider zijn, om daar uit te breiden en niet zozeer meer in Nederland zelf. Ja, Hendrik, nogmaals welkom. Dankjewel. Mooie film, mooie introductie. En gefeliciteerd met jullie nieuwe acquisitie. Dankjewel. Volgens mij heeft hij vorige week in de pers gestaan. Ja, klopt. In Zweden. Ja. Veel reacties erop mogen ontvangen. Ja, toch echt wel. En ook vanuit Zweden. Maar op social media gaat het dan natuurlijk ook helemaal altijd even los. Maar is dat de laatste acquisitie dit jaar? Ja, zeg nooit nooit, zou ik altijd maar zeggen. Ik weet het niet. Wellicht, maar misschien ook niet. Precies. We zullen zien. Ja. Ik vond het ook interessant, wat mij triggerde in de film, is het onderdeel voorwaarts integratie. Ja. Dat heb je ook specifiek uitgelegd. Je hebt het daar niet gehad over de achterwaarts integratie. Nee, hebben jullie dat overwogen in jullie plannen? Ja, ik denk 10, 15 jaar geleden zijn we al aan de slag gegaan om te gaan nadenken van, nou, we hebben eigenlijk in een aantal landen zijn we marktleider. We zijn zogezegd een beetje de koning van de kleine landjes, hè, met name Scandinavië, Zwitserland. Toen hebben we eigenlijk gekeken van, ja, hoe kunnen we eigenlijk onze positie versterken. En toen hebben we eigenlijk besloten om eigenlijk vanaf die periode al om te gaan kijken om in de landen zelf ons te gaan vestigen. Om dichter, wat ik vertelde, bij de consumenten zitten en met lokale handel aan de slag te gaan. Nou, dat is natuurlijk een hele lastige stap, omdat je, ja, dan ga je ook vaak je eigen klant voorbij. En als je marktleider bent, ja, dan neem je natuurlijk wel een bepaald risico mee. Maar toch hebben we dat risico willen nemen een aantal jaren geleden, 3, 4 jaar geleden. Dat is best pittig geweest even in het begin, hè, omdat je dan toch ook omzet verliest op je bestaande klanten, die dat dan toch te dreigend vinden. Maar uiteindelijk, als je nu kijkt waar we nu staan, is die stap gewoon heel erg goed geweest. Groeien we heel erg hard en versterkt dat onze positie. Ja, dus ik vind het mooi dat je er bent vandaag, want ik belde jou om de uitnodiging te sturen of je mee wilde doen. En het eerste wat Henrico vertelde is, wij passen eigenlijk niet in de visie. Want wij zijn toch eigenlijk niet in die modellen die Lambert zojuist heeft gepresenteerd. Dus nou, dan ben je van harte welkom. Dan gaan we door naar het volgende onderdeel. We gaan de stellingen behandelen. En daarom willen we de kijkers thuis uitnodigen om mee te discussiëren. En als het goed is de stelling bij jullie nu thuis op de PC zichtbaar. En dit is het moment om je mening te geven over die consolidatie die Lambert al presenteerde. En ik wil jullie uitdagen om 6 jaar vooruit te denken. En ik neem aan dat de meeste kijkers actief zijn als in de groothandel. En misschien ook wel eigenaar van een bedrijf of mede-eigenaar. En dan is de kernvraag, waar staat u in 2027? Ik kan u vertellen, we doen niks met de uitkomst. Dus u kunt rustig uw eigen mening geven. Maar we hebben ook optie G toegevoegd. Dus we kunnen ook voorstellen dat er telers vandaag zitten te kijken. Of andere belangstellenden. Dus wilt u dan NVT invullen. Dus de keuze is A. En u kunt gaan stemmen. Gestopt zonder verkoop of verkocht. De CEVA optie is gelijk aan vandaag. Autonoom gegroeid. E. Aangesloten bij een grotere partij. Of zelf overnames gedaan. Terwijl de mensen aan het stemmen zijn. Jullie hebben het eigenlijk al een beetje verklapt, wat jullie met jullie eigen bedrijf gaan doen. Maar misschien, wat zou jij stemmen om het nog maar duidelijk te maken, Kees? Nou, op zich, dat is natuurlijk geen doel op zich, hè, maar ik ga toch voor F. Je gaat toch voor F? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik ben er niet zo oud als Kees, dus we gaan ook van gas geven. Kijk, gaan ook voor F. Heel goed. Dankjewel. Ja. We hebben de passie aan tafel zitten, merken wij. En dat is positief. Ik stel voor dat we hem sluiten en dan gaan we kijken naar de uitkomsten en dan willen we dan met elkaar gaan bespreken. Maar het valt me op dat veel kijkers in ieder geval ook van buiten de handel komen. Dus dat is mooi, veel betrokkenheid. Autonoom gegroeid, vullen toch heel veel ondernemers in.
aangesloten bij een grotere partij, idem dito, of zelf overnames gedaan. En zoals deze, maar naar deze data kijken, dan klopt het eigenlijk niet wat Lambert straks gepresenteerd heeft. Willen u daar eens op reageren? Hendrico, hoe kijk jij hiernaar, naar deze uitkomst? Enerzijds inderdaad verwonderlijk. Dat je inderdaad wel verwacht dat je toch een bepaalde omvang moet hebben om ook bestaansrecht te hebben. Het blijkt toch dat er toch heel veel bedrijven nog niet aan toe zijn. En gewoon uitgaan van autonome groei op eigen klanten. En dat is ook vaak een wat veiligere groei en wat, in die zin wat overzichtelijker. Ik weet wat onze visie is, hoe wij daarnaar kijken, zeg maar. En groei op de markten waar we aanwezig zijn. Ja. Die echt noodzakelijk is om ook je positie in ieder geval veilig te stellen. We willen allemaal groeien, lijkt het wel, Kees. Wat vind je daarvan? Ja, eigenlijk vind ik wel een mooie uitkomst. Want weet je, er zitten trotse ondernemers aan de andere kant van de lijn. Ja. En ondernemer geeft niet op. En dat betekent nog niet dat de realiteit, we moeten misschien nog even indalen soms. En dat zeg ik met alle respect. Maar ondernemerschap geeft altijd eerder de vlucht naar voren als opgeven. En dat hebben we genoeg gezien in deze sector. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt. Het rendement is ook niet zo heel erg hoog. Maar de passie voor het vak, dat houdt heel veel mensen op de been. Ja. Dus ik vind het op zich wel een mooie uitkomst. Ja. Zo. Ja, want jullie hebben beide de afgelopen tijd acquisitie gedaan of samenwerkingsverbanden geïnitieerd. Ik weet niet hoe het bedrijf in Zweden is, of die al echt ook al, hoe zouden ze die vraag hebben ingevuld? Had je die vraag 2 jaar geleden gesteld? Nou, het bedrijf dat we laatst overgenomen hebben, die heren zijn er wat op leeftijd. Dat zagen wij sowieso al gebeuren, zeg maar, op de klanten die wij hadden in Scandinavië. Dat er geen opvolging was. Er werd ook te weinig geld verdiend, te weinig toegevoegde waarde. Dus die ondernemers waren al aan het nadenken van, nou ja, hoe zien wij onze toekomst? En daar zijn overnames of samenwerkingen kwamen daar wel veel in terug. Sterker nog, de partij die we nu overgenomen hebben, die heeft ons zelf benaderd. En die zag ons eigenlijk binnen onze groep beter kunnen floreren. En we hebben ook afspraken gemaakt met de oud-eigenaren dan nu, dat die na een jaar afscheid gaan nemen. En dus door leeftijd en andere omstandigheden is het voor ons geen verrassing. Ja. Ja. Ik weet niet of je daar iets over kunt vertellen. Hoe was er bij Floriac de samenwerking? Ja, nou, wij hebben natuurlijk een samenwerking aangegaan met de familie Floré. Ik moet zeggen dat wij een geweldige periode achter de rug hebben. Omdat we met name de visie met elkaar delen. En dat is eigenlijk de visie die Lambert ook heeft gepresenteerd. En ja, dan is het natuurlijk altijd zoeken van, ja, geef je nou, is het overgeven en is het dan verliezen? Of is het uiteindelijk samen sterker? Ja. En zo hebben we het alle twee ervaren, dat het samen sterker is. En er komt nog bij dat dit natuurlijk een hele lokale partij was, hè, in een ander land. Weliswaar, we spreken dezelfde taal, ja. maar is het toch een ander land in een productiegebied. Ja. Dus vooral die combinatie heeft ons ertoe aangezet om dit samen te doen. En dan echt vanuit die visie. Hè. En dat heb ik als heel waardevol ervaren. Hè. Zeker voor een familiebedrijf wat ook al generaties zeg maar, betrokken is bij dat bedrijf. En dan het toch niet zien als een teleurstelling. Hè? Dat is wel een enorme kracht. En daar ben ik super trots op. Ja. Zeker. Nee, dat begrijp ik. Ja. Aan de andere kant kan ik me ook wel voordenken. Want er zit bijna 50% van de deelnemers heeft NVT ingevuld. Hè? Dus dat zijn ondernemers waarvan ik weet dat er veel telers ook hebben vandaag mee zitten te kijken. En die zullen denken van ja, het is allemaal mooi wat daar en het vervolg in de keten aan de gaande is. Maar wat betekent dat dan voor mij? En voor mij als ik kijk even achter Lambert, het mooie scherm en die leliebroeier, die gerbera-teler of die potplantenkweker. Worden jullie relaties daardoor ook anders met jullie, met de telers waar jullie mee samenwerken? Misschien wil Hendrico daar eens een reactie op geven. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het alleen maar hechter wordt. Kijk, zoals wij ernaar kijken, zeggen we willen aan de achterkant ontzorgd worden. Via Royal Flora Holland, via digitale systemen en samen met je belangrijkste partners, de keykwekers, zeg maar. En ik denk dat die rol alleen maar hechter wordt. En juist denk ik ook dat we eens goed moeten kijken van, nou ja, mijn product, zeg maar, op wat voor land zou dat logisch zijn dat daar de afzet is. En dan zoek daar de beste partij bij die het daarvoor kan doen. Nou, dat zijn weinig voor Scandinavië en Zwitserland. En die combinatie met onze marktkennis, lokaal aanwezig, logistiek alles goed voor elkaar. Samen met een producent die alles van het product af weet. Ja, daar kan je natuurlijk samen tot hele mooie dingen gaan komen. Zeg je daar eigenlijk mee dat groei automatisch leidt tot meer wederkerigheid met je leveranciers? Ja, denk ik wel. Ja, er is ook een wederzijdse afhankelijkheid. Ja. Zo simpel is het. En iedereen heeft zijn eigen specialisme. En als je daar het maximale uithaalt, ja, dan is die samenwerking natuurlijk, er komt bloei uit, dat kan niet anders. Ja, onderschrijft die mening denk ik, Kees, want ik zag jou ja knikken. Ja, zeker, ik sluit me daarbij aan. Misschien nog een leuke anekdote. In het filmpje gaf ik aan dat in mijn jonge jaren ik bij kwekers werkte. En het was altijd zo dat als een handelaar de tuin op kwam rijden,
dan zei de tuinman tegen mij, oh, de bloemen zijn duur. Ja. De koper had ze niet gekocht op de klok en die ging ze dan uit de hand halen. Hè, omdat hij dan dacht dat die goedkoper uit was. Hè. En ergens zit dat wantrouwen er nog steeds. Hè, alsof dat de handel een trucje uit wil halen. Maar ik ben het echt helemaal met Hendrik eens. Die wederkerigheid, die zit er gewoon. Want we kunnen niet zonder elkaar. Hè. Dus ook bij ons zie je een enorm groot aantal kwekers die bij ons preferred supplier zijn. Hè, echte focusleveranciers. Dus die band wordt in mijn optiek echt alleen maar echter. Ja. Nou, als je natuurlijk de sierteelt vergelijkt met de glasgroententeelt. Hè. De glasgroententeelt is de afgelopen jaren al sterk gaan groeien. Hè. Ook door consolidatieslag, maar ook door zelf schaalvergroting te doen. Dus autonome groei. Binnen de sierteeltproductiebedrijven zie je dat wat minder. We hebben deze week in het nieuws denk ik een investering door private equity in het teelbedrijf. En waar eigenlijk ook een ambitie onder ligt om verder op te schalen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Tegen zo'n beweging? Nou, als het gaat om de sector gaat, denk ik wel, het is dood in de pot. Ja. Want op het moment dat dit geen familiebedrijven meer zijn, maar gewoon harde geldmachines, dan wordt het echt anders. En dan zijn er een aantal schakels in de ketens die best wel zenuwachtig zouden kunnen worden. Dus ik zie dat niet per definitie als succes. Ik heb het ook in het verleden natuurlijk wel een aantal keren eerder gezien. In het buitenland onder andere, waar grote private equity fondsen zijn ingestapt op productiebedrijven. Maar ook in de handelskant herkennen wij de debakels. Noord-Amerika. Ja. Van grote partijen die dachten dat dit allemaal geldmachines waren. Maar weet je, deze sector leeft natuurlijk toch één. Het is een natuurlijk product. En moeder natuur is soms heel lastig om te beteugelen. Dat is één. En het is gewoon hard werken, hè, zeg maar. En een passie hebben voor dit vak. En ik weet niet of dat helemaal past bij het hoogste rendement halen. Gaan we het ontdekken de komende jaren. Zeker. Ik vermoed dat dit bericht ook tot meer reuring zal leiden. Daar heb ik in ieder geval zelf achterliggende dagen om over meemaken. Ik zie ook een vraag vanuit het publiek. De vraag is, verwacht de groothandel ook ooit te gaan investeren in productiebedrijven? We weten dat de DFG dat onder andere gedaan heeft. Heeft de pers al gehaald. Is dat iets wat bij jullie in de gedachte is? Nou, zeg nooit nooit natuurlijk. Maar het ligt niet in onze strategie. Zoals ik al zei, we willen graag aan de achterzijde en volledig ontzorgd worden. Ja. Wij willen het verschil maken in de markten zelf. En productie is gewoon echt heel wat anders dan het werk wat wij doen. Dat moet je lekker bij die specialisten laten liggen. Als ik voor nooit voor spreek, zie ik dat niet gebeuren eigenlijk. Ik vermoed voor Kees ook niet, of zit je dat? Nou, kijk, het telen is zo specifiek en dat is, heeft zoveel met vakmanschap te maken dat ik niet veronderstel dat wij in de productie zullen gaan. We kunnen hooguit bedenken dat we een mee participeren of faciliteren. Ja. En dan denk ik bijvoorbeeld aan oogstfinanciering of stekfinanciering, dat soort zaken. Dat sluit ik niet uit, omdat dat natuurlijk momenten zijn waarin iemand grote investeringen moet doen en daarna gewoon een aantal maanden moet wachten totdat hij een oogst heeft. Dus. Ja. In die rol kan ik me iets voorstellen, maar echt productie, dat zie ik nog niet gebeuren. Helder, dankjewel. Dan gaan wij door naar de volgende stelling. En dat gaat over, de stelling gaat over verduurzaming. En ik wil aan de regie vragen om hem op het scherm te zetten. Ik denk dat jullie hem thuis nu ook gaan zien. Nog steeds met Mentimeter. Nog niet ingelogd, zou ik jullie uitnodigen om op deze laatste stelling, dus je laatste kans om nog een keer mee te discussiëren hier aan tafel. En de stelling is als volgt, welke duurzaamheidseisen worden momenteel door afnemers gevraagd? En de vraag aan jullie is, kies de belangrijkste. En dan heb je opnieuw 5 opties. En ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld ook accountants vandaag of adviseurs meekijken. Dus daar wil ik vragen om op antwoord E te drukken. En voor de overige ondernemers, want dit gaat over de hele keten wat ons betreft, te kiezen met optie A, B, C of D. En we hebben daarin, denk ik, geprobeerd weer te geven de diversiteit aan smaken die er zijn. Denk ik, het haakt ook wat aan, denk ik, op de discussies van de achterliggende periode. Dus ook rondom de bloemenveiling, denk ik. De keuze om milieucertificering tot verplicht te stellen. En alle wat er omheen ontstaan is. We gaan kijken naar de uitkomsten. En opnieuw een gemengd beeld. We zien in ieder geval dat antwoord C toch het meest wordt ingevuld. Dus dan hebben we het over het verpakkingsmateriaal. De certificaten. Want ik zie dat het bij mij op het scherm wat springt. En daarnaast het verpakkingsmateriaal vanuit de handel. Dat zie ik toch als een goede tweede. En dat valt me op dat binnen veel bedrijven er nog eigenlijk niet omgevraagd wordt. Of bij weinig bedrijven, laat ik het goed zeggen. Hendrico, wil jij daar eens op reageren? Hoe kijk je hiernaar?
Ja, dat vind ik geen gekke uitslag in ieder geval. Nee. Wat bij ons in ieder geval zo is, dat wij eigenlijk meerdere segmenten beleveren. Dat is ook wel een beetje de moeilijkheid van onze strategie. En landenfocus prevaleren wij boven segmentfocus. Ja. En dus dat betekent dat we en met retail te maken hebben, maar ook met de bloemist in het tuincentrum. Daar in de retail, zeg maar, met name Scandinavië, nou is die footprint best wel belangrijk. Van waar komt dat product vandaan en kun je dat herleiden? En nou, dat kunnen we tegenwoordig goed met de sourcing scan die natuurlijk via Floridata er is. Maar als je natuurlijk naar het tuincentrum, naar Bloemist kijkt, ja, dan is het eigenlijk weer gewoon veel de verpakkingsmateriaal. Als een tuincentrum een car uitpakt, dan ligt er zo wat 1,5 meter verpakkingsmateriaal naast. Ja, dus daar zit er een heel andere vraag. Dus in beide gevallen zijn vragen uit de markt. Het is nogmaals heel erg belangrijk vanuit welk segment je het ziet. Ja. Bekijken. Ja, dat is inderdaad, als je naar de transactie kijkt, hè, dus denk even aan Markt Straathandel Bloemist, waar het natuurlijk heel vaak gaat om attractiviteit. En de grote retailketen zegt, ja, als ik iets verkoop, dan moet ik het kunnen track and trace, want dat verwacht mijn klant ook. Dus je ziet dat er binnen die segmenten gewoon een andere behoefte is en ook een andere snelheid. Hè, want ik zeg hiermee niet dat de anderen niet willen verduurzamen, maar die hebben misschien wat ander tempo. Hè, en misschien zijn de tempogevers wel, althans bij ons zijn de tempogevers natuurlijk de echt grote internationale opererende retailers. Ja. En die hebben dat, ik weet dat jullie ook een pilot doen rondom footprintberekening samen met jullie vaste leveranciers. Ja, zeker. Ik zag ook dat jullie daar op social media wat probeerden over te communiceren. Hoe reageren de ondernemers die daarmee aan de slag zijn? Want het is spannend natuurlijk. Ja, zeker. Zeker. Nou, even een compliment aan de mensen bij mij binnen het bedrijf die nu organiseren dat kwekers om met elkaar in gesprek gaan. Hè. Wij faciliteren dat. En weet je, ook daar als je barrières weghaalt, dan zie je gewoon dat er ook een stukje bewustwording komt. Ja. En dat is natuurlijk, weet je, ik gooide 40 jaar geleden ook gewoon de terpentine door de gootsteen. En ik heb meteen mee lopen strooien op de kwekerij, waarvan ik denk, hoe heb ik het ooit zou kunnen doen? Ja. He, en dus zolang er geen bewustwording is, vind je het ook niet nodig. Ja. Dus het gaat om bewustwording, het gaat aan deze kant om inspireren. En aan de andere kant, dan komt er naar de executie en het uitvoeren. De executie alleen het inzicht hebben in? Want wij zien dat eigenlijk in alle voetenagenketens natuurlijk wel. Het wordt ook wel meteen een beetje tegenaan geschopt, hè, want het is een license to deliver. Om een bepaalde eisen te doen, is dat nou bijvoorbeeld een NPS-certificaat of een GAP-certificaat of wat dan ook, in welke keten dan ook. Maar waar zit dan de meerprijs? Dus waar zit de upside? En vooral wanneer je het hebt over, denk relatief nieuw, de footprintberekening, zit daar ook een upside in? Is daar een meerwaarde uit te halen? Bijvoorbeeld wanneer je goed scoort. Dat is even hoe je de meerwaarde natuurlijk, hoe je die berekent. Hè? Ja. Meerwaarde kan ook zijn wat als je 3, 4 of 5-jarig contract krijgt. Hè? Met een bepaalde vaste prijs. Hè? Dus het idee dat je vanaf morgen dan een dubbeltje meer kan rekenen. Ja. Dat is ook nog wel een beetje oud denken. Uh-huh. Hè? Wat je er wel voor terug kan vragen is continuïteit. Hè? Het is namelijk ook in jouw investering. Hè? Een continu proces wat je doet. Dus dat daar een continuïteit tegenover zou moeten staan. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel een hele redelijke vraag. Zeker. Ja. Jullie zijn daar ook mee bezig, begrijp ik een klein beetje. In ieder geval een aantal afnemers vragen daarom. Lukt dat in het Scandinavische markt, is dat anders dan wat Kees zojuist vertelde? Nee, redelijk vergelijkbaar. Ook in Scandinavië is duurzaamheid gewoon echt wel een thema. En, je moet er ook nu al mee aan de slag. Want als je het morgen moet hebben, als je dan er vandaag mee begint, ga je het niet redden. Dus het moet ook langzaam in je proces gaan zitten. Het moet in de cultuur komen van je bedrijf. En ook in de cultuur van de partners waar je mee samenwerkt, je stakeholders. En daar vandaan ga je zoiets opzetten. Je bent het met Kees eens. Ja, het is niet dat je gelijk procenten meer kan tellen of opslagen kan leggen. Maar het is een soort minimale eis wordt het straks om dat wel te hebben, zeg maar, als bedrijf. Kan je het ook als een kans zien? Ja, dus in een deel van jullie afnemersveld kan ik me voorstellen is minder ver of is minder frontrunner. Maar terwijl die frontrunners wel in jullie klantenbasis al zitten. En dus je wordt daardoor uitgedaagd om zelf verder te gaan versnellen en voorop te gaan lopen. Kun je daarmee ook andere klanten aanjagen? Of zeg je van nou, dat is toch eigenlijk toch nog te ver weg. Je droopt nog een beetje te veel Rabobank. Nou, kijk, allereerst de mensen die je aanzet is natuurlijk de mensen in je dichtste omgeving. Dus ik zie wat voor invloed het heeft gehad op ons eigen bedrijf en op de mensen die daarbij betrokken zijn geweest en die mensen waar we over vertellen. Maar ook zelfs mijn gezin die daar ziet van, hey, duurzaamheid wordt al heel serieus genomen. En daar doen we het toch voor. We doen het voor de generatie na ons. We doen het niet voor een betere prijs. We doen het niet om iemand te plezieren. We moeten met elkaar echt bewust zijn dat het in je genen moet komen te zitten, dat we naar circulair moeten. En of je daar een klant mee over de bühne trekt, ook dat is heel verschillend per segment. Dat is,
In ieder geval, ik denk wel dat iemand die er helemaal geen oren heeft, daar zou ik aan voorbij lopen. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een veel gehoord. Wij hebben dat gemerkt. Hè. Lambert is nog steeds achter de katheder. We hebben dat gemerkt ook in de interviews. Hè. Dus dat een deel van het segment, hè, die specifiek denken over de straathandel en dergelijke, waar het geen topic is. En ik snap dat het daardoor ook, wanneer je klanten niet om vraagt, is ook de noodzaak om te bewegen moeilijk. Hoe zou dat toch wat versnelling op kunnen komen? Of is die versnelling niet nodig en moet de markt maar gewoon zijn werk doen? Hoe kijken jullie er tegenaan? Nou, sowieso moet de markt zijn werking doen. En dat heel erg belangrijk is. En het bewust worden bij de consument. Als die daar steeds meer gaat vragen, ja, dan gaat de markt automatisch mee. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En wat ik al zei, ik denk dat je gewoon als bedrijf zelf daar gewoon, als je daar niet mee bezig bent, ja, dan ga je de boot toch wel missen. Dus in die zin is het zeker belangrijk. En of het nou een retailcontract is bij een grote retailer, of het aantrekken van personeel die dat belangrijk vindt. Hè, want die vinden het ook steeds belangrijker. Dat een bedrijf laat zien dat hij ook wat aan duurzaamheid doet. Het is ook een soort containerbegrip, duurzaamheid. Ja. Maar binnen dat spectrum kan je eigenlijk daar geen oog meer voor hebben. Daar moet je echt mee aan de slag. Lambert, wat is jou, als ik jou nog de gelegenheid mag bieden, wat heb jij daarin opgevangen in de interviews die als voorbereiding naar dit rapport zijn geweest? Nou, uit de interviews komt wel het beeld wat Kees en Hendrico ook schetsen. Wat uit ook marktonderzoek blijkt, is dat consumenten het ook toch steeds meer gaan vragen. En dat begint misschien bij de millennials en misschien niet meteen bij degene die zeg maar uit de 60 en de 70 jaren. Dus misschien moeten we toch een generatie onder ons kijken die daar meer naar vraagt. En wat ik ze wilde aandragen ook in de inleiding, zeg maar, is dat je het samen moet doen. En Kees geeft dat ook aan. Je zult dat dus met, en Hendrico ook hoor, maar je zult het dus tussen handelsbedrijf, retailer, maar ook teler, dat het een combinatie is. Dus, en ik denk ook even in de antwoording van die stelling, certificaat heeft nog iets van, dan ben ik er vanaf. Ik zeg het misschien even scherp, maar dan voldoe ik toch aan regeltjes en nou, wie doet mij wat? Terwijl ik denk, ga het gesprek aan met je leverancier en met je afnemer. Dankjewel voor die mooie aanvulling. Dan ga ik terug naar de kijkers thuis. We hebben nog een aantal vragen voor jullie mogen ontvangen. En die kunnen betrekking hebben op de stellingen die zojuist zijn behandeld of op de presentatie van Lambert. Dus ik stel voor daar toch een aantal er nog even uit te pikken. En de eerste die ik zou willen behandelen is, de siertiltsector moet werken aan duurzame productie. Eigenlijk een stelling die daarmee gedeponeerd wordt. Hoe denken jullie dat dit opgepakt kan worden? Mag ik jou daar uitnodigen op te reageren? Ja, ik denk dat de branche daar in brede zin Floriculture Sustainable Initiative heeft omarmd als zeg maar, transportmiddel, zeg maar, om gezamenlijk tussen afzet. Hè, want daar zitten ook de afzetkanalen bij. Daar zitten bloemistorganisaties bij. Daar zit de handel bij. Daar zit de coöperatie bij. Dus Royal Flora Holland. Daar zitten wij als bank ook bij. Om daar af te stemmen hoe we die sprong voorwaarts kunnen maken. Ik denk dat. Nou, en daar maken we dan afspraken. Ik zag ook nog iets voorbij komen voor arbeid, gewasbescherming, verpakking, transport, noem maar op, energie. Ik zie ook dankjewel Lambert. Ik zie ook dat de volgende vraag erin ingeschoten is. En ik zou die vraag eigenlijk aan Kees willen stellen. Hoe zit het met de sociale kant van duurzaamheid? Je hebt er wat over verteld in jullie film, die introductiefilm. Ik meen dat je iets zei van mensen laten groeien, naar hun bestemming brengen. Is dat het voor jullie? Ja, het is ook een heel breed onderwerp, hè? Ja. Want het gaat dan misschien ook wel over de sociale omstandigheden waarin stekjes geplukt zijn, hè, of verwerkt in het buitenland. Maar als ik het even beperk, zeg maar, tot ons eigen bedrijf. Wij vinden ons bedrijf een force for good. Dus dat betekent dat we niet alleen maar een geldmachine zijn, hè, maar we vervullen een rol in de samenleving. En met name ook in onze regio waar we gevestigd zijn. Ja, en daar hoort een sociale kant van duurzaamheid bij. Hè? Dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid geven om meer te kunnen reïntegreren. Ik vind in zijn algemeenheid dat we daar als ondernemers meer en beter bij betrokken zouden kunnen zijn. Dus ja, dat is natuurlijk ook een duurzame samenleving. Hè? Ja. Dus iedereen doet ertoe. Precies, precies. Ik zag vandaag een bericht op social media dat, en dat is misschien een wat zijstapje, maar dat bij ons binnen de Rabo bijvoorbeeld mensen aan het werk zijn gegaan die gevlucht zijn uit Afrikaanse landen. En die dus hier een bestemming kunnen krijgen door een nieuwe arbeidsinvulling. Dus dat zo kan het bijvoorbeeld ook. Zeker. Daarmee zijn we volgens mij gekomen aan het einde. Gaan we richting het einde van dit webinar. Dan begint het uiteraard met een groot dank aan jullie. En jullie bijdrage en jullie
de tijd hiervoor. Ook de inbreng van Lambert. Maar ook voor de mensen thuis. Wil ik bedanken voor de aanwezigheid. Voor het stellen van de vragen. Ik kan me voorstellen dat niet alle vragen behandeld zijn. Dan zullen wij dat doen op de website. U gaat de komende dagen van ons een bedankmail ontvangen. Met daarin de terugkijklink. Dus we realiseren ons dat niet altijd iedereen op dit moment de gelegenheid heeft gehad om in te loggen. Dus dan kan dat achteraf. En dan gaan we de vragen die u nog stelt of gesteld heeft, gaan we ook via dat medium aan u beantwoorden. Daarnaast wil ik u wijzen op het Global Farmers netwerk. Dus dat is hetgene waar u vandaag op bent op ingelogd. U kunt daarin ook uzelf aanmelden. En dat is ons globale netwerk van land- en tuinbouwondernemers. Dus dat als richting de afsluiting. Daarnaast weten jullie dat ik een aantal columns mag schrijven zo nu en dan. Dus de vragen die er komen of de stellingen die behandeld zijn, zul ik daar ook willen behandelen. Dus heeft u nog input, doet het zeker ook. En dan wil ik u voor nu bedanken voor uw tijd. Zometeen krijgt u uiteraard de enquêtevraag hoe u dit heeft ervaren. En wij zijn heel erg benieuwd naar uw mening daarover. En we zouden het zeer waarderen als u daar uw cijfer aan ons zou willen geven. En dat zal uiteraard ook in de bedankmail weer terugkomen. Voor nu, bedankt voor uw tijd en ik wens u een fijne middag.